We hebben een speciale opvang, want mensen horen het op verschillende manieren. Dus een aantal ouders wisten het al voordat de politie het ze kwam vertellen thuis. Die gingen naar huis omdat ze iets gehoord hadden. Ze wisten niet of het hun kind was. En stond de politie voor de deur. Dus dan kom je de hoek van de straat om en dan staat de politie voor je deur. En we hebben een speciale plek ingericht waar mensen naartoe konden. Dat is dat crisiscentrum, hè, wat opgericht is. U bent daar ook heen gegaan om met de familie te praten. Wat zeg je dan tegen zulke mensen? Ja, je kunt niet zo ontzettend veel zeggen, maar je kunt er wel zijn. En je kunt ook praten over het kind. En soms wel, kan dat wel en soms kan het niet. En, dus ik heb ook wel foto's gezien en mooie verhalen. En dat is ook heel mooi. En ja, er zijn ook ouders die gewoon even niet weten wat ze moeten zeggen. Nou, dat hoeft ook niet. Ja, dus is voor u ook heftig om daar direct bij te staan eigenlijk? Ik vind het zo belangrijk. Ja, voor mij is het natuurlijk, ja, weet je, ergens wel en ergens niet. Omdat het is natuurlijk, het is zo niet te vergelijken met de heftigheid waar zij mee te maken hebben. Dat je gewoon alleen maar kunt dienen.